Nou jongens, ik denk dat dit een van de laatste vlogs is die ik aan het maken ben. Want ik zie dat mijn geheugenkaartje bijna vol is. Nou ja, we hebben ongeveer ieder 4 uur lang ongeveer in de tent gelegen. Een beetje liggen slapen, een beetje op de mobiel liggen spelen. En het is nu eindelijk een klein beetje droog. Ik denk dat er vannacht nog meer regen aankomt. Nou, morgenochtend dan hebben we de boot naar Nederland terug. En nu zijn we eventjes knekworstjes aan het maken. Lekker met een broodje en noedelsoepie. En ik heb ook nog een hamburgertje heb ik bij me. Die kunnen we ook nog eventjes gaan bakken zo meteen op zijn snelkookpan. En ja, ik ben lekker weer het water heet aan het maken. Heerlijk hoor. Er zijn weinig mensen op de camping aangekomen. Misschien dat er straks nog wat mensen komen, maar ja... Voorlopig gaan wij lekker eten, hè? Ja, culinair hoogstandje. Culinair hoogstandje, ja. Ik zal blij zijn als we weer gewoon lekker een gezonde Hollandse maaltijd. Aardappeltjes met spergieboontjes en een lekker stukje vlees. Oeh, lekker man. Dat heeft toch wel trek hier, hè? Je begint toch gewoon aan die kleine dingen, daar begin je toch wel naar te verlangen, hè? Als je dan zo een beetje armoedig in zo'n tentje ligt in de regen. Nou ja. Is niet zo leuk, regen. Nee, is niet leuk, nee. Nee. Dat is wel een gemis hier zo van de camping en dat zie je ook wel vaker. Dat een mooie camping, alleen voor een tent, mensen die in een tent slapen, dat er vrij weinig te doen is. Ja. Of bescherming is, zeg maar. Ja. Want alleen maar in je tent niet liggen. Niet? Ja, niet eigenlijk. Nee, je hebt hier niks. Kijk, hij heeft het hier wel geprobeerd om wat bescherming te maken. Maar dan zit je niet droog daar zo. Het lijkt wel, maar het is gewoon een soort een open gebeuren waar je niet echt onder kan zitten. Daarbij word je nog zeiknat. Ja. Het had leuk geweest als hij dat hutje even lekker open had gegooid. Maar ja, dat heeft hij niet gedaan. Helaas. De mooie dingen met je doet. Het laat je voelen waarom het leven veel te kort is om aan zorgen toe te geven. Het zegt iets van elke. Mag er geen reclame maken en schrijven? Daarover. Hoop je nog. Nou, de camping-eigenaar was zo vriendelijk om ons net een biertje te komen brengen. Dat is natuurlijk wel echt superleuk. Hè? Ja, zeker, zeker. Ja, dat is echt, had ik niet verwacht. Dat ik is echt top. Ja. Dus nou, we zitten nu even aan de noedelsoepie. Hij ook. We gaan nou, hij gaat nou een hamburgertje bakken met de motorolie die hij nog over had. Moet lukken, toch? Ja, dat denk ik wel. Blijkt het mooi naar binnen zo. Nee, lekker man. Heerlijk, hé. Lekker biertje erbij. Top! Nou, de camping-eigenaar was zo vriendelijk om ons net een biertje te komen brengen. Dat is natuurlijk wel echt superleuk. Hè? Ja, zeker, zeker. Ja, dat is echt, had ik niet verwacht. Dat is echt ik top. Leggen, ja. Dus nou, we zitten nu even aan de noedelsoepie. Hij ook. We gaan nou, hij gaat nou een hamburgertje bakken met de motorolie die hij nog over had. Moet lukken, toch? Ja, dat denk ik wel. Blijkt het mooi naar binnen zo. Nee, lekker man. Heerlijk, hé. Lekker biertje erbij. Top! Nog één klein dingetje wil ik jullie vertellen. Gisteravond is er iets gebeurd. Er waren een ouder echtpaar. Die hadden de campingbaas gebeld en die konden de camping niet vinden. Die stonden bij een andere camping. Daar konden ze er niet meer op. En het begon al donker te worden en ze waren een beetje in paniek. En ze konden op het navigatiesysteem de camping niet vinden. Het navigatiesysteem van de auto zelf. Ze was niet zo handig met de mobiel. Dus ja, dan ben je dus afhankelijk van je navigatiesysteem. Toen heb ik er gebeld met mijn Nederlandse nummer. Heb ik naar die mevrouw gebeld. En toen zei de campingbaas, weet je wat? Als je nou aan die mevrouw vraagt waar ze staan, dan gaan we er even naartoe. Nou, toen zijn we met z'n drieën, de campingbaas en wij met z'n tweeën, ja, zijn we dus die auto ingestapt van de campingbaas. En zijn we helemaal naar Gravel Hill. Gravel Hill, ja. Gravel Hill zijn we gereden. Ja. Dat is hier een stukje vandaan.
En daar stonden ze in een of ander achterafstraatje met de caravan. Ja. Mens was dolgelukkig toen ze ons zag. Ja. Gideon is bij die mensen in de auto gestapt. En met zijn eigen navigatie, het eerste stuk heeft hij nog achter ons aangereden. En toen belde hij mij op. Hij zegt, joh, ik weet de weg wel, rijden jullie maar vast. Dus ik ben met de campingbaas naar de poort gereden. En Gideon is met die mensen naar de camping toe komen rijden met die caravan. En toen kwam die mevrouw s'avonds... vanochtend, sorry. Ja. Vanochtend vroeg kwam die mevrouw Gideon en ons en mij dan bedanken. Wat ze een hele cake had ze gemaakt. Tenminste, dat ze dan altijd thuis meegenomen, denk ik. Een hele cake. Ja. Dus, ja. Met stukjes appel. Met stukjes appel erin. Dus dat is ons toetje vanavond. Ja. Heb je nog die fles slagroom ook meegenomen? Ja, die moet er even schudden. Oh. Ja. Nee, helaas geen slagroom. Maar wel een lekker plakje cake. En we kregen, omdat wij ook goed geholpen hadden, de eikamp. En dan kregen wij een pilsje. Ja, aangeboden gekregen. Ja, helemaal top. Had ik al verteld. Ja, had je het al verteld? Ja, ja, je vervalt in herhaling. Oh, sorry. Ja, dat heb ik niet kort. Nee, maar hartstikke goed. Ik ga nog even verder met een andere noedelsoep. Ja, daar zit ik wel aardig vol. Jij niet? Ja. Ja. Nou, dit was de laatste vlog vanuit Engeland. Het eerste volgende beeld wat jullie gaan zien. Ik weet niet precies waar ik dat ga filmen, maar dat zal ergens... Denk in Nederland, denk ik. In Nederland zijn. Ja. Denk het wel. Nou, Engeland. Het was een hele leuke tijd. En ik kom zeker een keer terug. Dat is echt top. Alleen als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Ja. Moeten we dan wel bestellen. Ja. Oké. Okay. Nou mensen, dit was het einde van de citytrip naar Londen. We zijn net van de boot afgekomen. We zijn een beetje gaar. 6 uur lang hebben we op een kuipstoeltje gezeten. Hij heeft net zijn regenbroek aangetrokken, want hij moet nog helemaal naar Elst, 120 kilometer. En ze verwachten code geel. Ze verwachten code geel. En ik moet naar Leiden. En als ik hier bij de pont ben, dan gaat Gideon die gaat hier rechtsaf richting Den Haag. En ik ga linksaf. En hij stuurt mij door de duin heen. Zo richting Hoek van Holland, Monster en die kant op. Naar Leiden toe. Ik moet nog 40 kilometer rijden en hij 120. Dus hier gaan wij afscheid van elkaar nemen. Dit was het einde van de citytrip van Londen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, doe even een duimpje omhoog. Vergeet absoluut niet te abonneren. En vergeet ook niet naar het YouTube kanaal te gaan van Mini en Puk. Dat is het YouTube kanaal van Gideon. Dag allemaal en ik hoop de volgende keer naar een andere bestemming te gaan. Misschien hebben jullie wel een leuk idee. Wat misschien ook een geinig idee is om naartoe te gaan. Wij zaten zelf te denken misschien Hamburg. Ja, klaar met de geloof. Ik ga door. Oké, hij wil naar huis en ik wil ook naar huis. Doei. Jongens, de groeten. Hoi.